te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Saar Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet te abonneren en me te supporten. Het is vandaag dus maandag. Het is een nieuwe week. Het is een nieuwe week. Het is een nieuwe week. Het is een nieuwe week, you know. Het is een nieuwe week. Het is super erg aan het sneeuwen. Het is niet normaal. Het is nog steeds een en al sneeuwpret. Het is echt bizar. Er is alweer zo een dikke laag gevallen. Oh my lord. Nee. Het is al 4 uur. Ik heb namelijk de hele dag online les gehad. Ik ben dit zo niet gewend. Oh my fucking god. Ik heb dus nu een minor veranderkunde. En vandaag had ik de hele dag les van 10 tot 4. Shoot me in the face. Echt, ik kan dit gewoon niet. Mijn concentratie was echt al na de middag weg. Dus ik had vanmiddag even snel een broodje in de oven gedaan. En dat gegeten. Verder heb ik nog niks op. Dus ik ga nu even lekker een koffietje maken. Ik ga zo HelloFresh koken. En vanavond ga ik even naar mijn oma toe. Nog even onder de zonnebank. En gewoon even gezellig op visite. En ja, het is echt zo wit buiten. Ik vind het echt geweldig. Het is echt zo'n dikke pak. Mijn vader had het helemaal vanochtend weggehaald. De hele oprit. En het is nu gewoon al een en al... zooi. Ja, in de achtertuin ligt ook echt super veel. Het is echt bizar hoe dikke pak er ligt. Het houdt ook gewoon maar niet op. Ik vind het wel echt super leuk en ik vind het ook echt leuk staan. Maar ja, in ieder geval. Ik ga nu lekker. Ik ga denk een ijskoffie maken. Daar heb ik super veel zin in. Met havermelk. En ik heb dus sinds kort karamelsiroop gekocht. Ja, het is wel wat ongezonder, maar het is wel echt heel lekker. Dus ja, ik moet ook nog heel even een paar dingetjes voor school doen. Ik hoop echt dat het me gaat lukken om deze minor te halen. En volgens mij is best wel veel werk allemaal, jezus. Maar ik heb geen tentamens, dus het scheelt. Maar ik moet voor elke les een reflectie maken, echt. Ik ga snel laten zien hoe ik het maak. Ik gebruik een heel klein beetje normale melk. Verder oatmilk van Alpro. Ik doe dus een klein laagje normale melk om wat schuim te maken. Melk. Zo, dat zeg ik allemaal. Om schuim te maken. En dan hou ik hem ingedrukt. Ik krijg dus koude melk. Even de koffie zetten. Daar doe ik dus gewoon lekker veel koffie. I love koffie. Zo. Even ijsblokjes halen. Maar ik heb wel best wel wat ijs. En ijskoffie. Vind ik lekker. Zo, dan heb ik hier de koffie. Dat is gewoon een sterke espresso. Wel iets meer dan een espresso. Ja joh, we gieten de helft lekker naast. Dan doen we deze erbij. Zoiets. Doen we de karamel erdoor. Ik vind het heel lastig hoeveel. Dit is denk ik alweer veel te veel. Oh, kut. Die melk moet nog een beetje opgeschuimd. Het enige nadeel aan deze flesjes is dat ze echt vies worden en plakkerig. Want het is nu echt overal plakkerig. Oké, een beetje mengen dit. Tering zo even al gemaakt. Dan doen we de melk erbij. Lekker schuimlaagje erop. En dan heb je een super cute iced coffee. Het is echt zo leuk dat het zo voor de helft erop ligt. Ik vind het heel leuk eruit zien. Maar de beker is trouwens van Starbucks. Die vraag krijg ik altijd. Maar deze is echt van Starbucks zelf. Heel lekker. Love it. Ja, dat vind ik echt top. Het is nu bijna 5:30. Ik ga vast beginnen met HelloFresh, want het is best wel veel werk. Ik denk dat ik al een uur bezig ben. Ik ga Duitse biefstuk met uitje, sperge, bonen, salade en zelf frietjes maken. Dat doe je dus van aardappel en zoete aardappel, sperge, bonen heb ik dus. Salade, Duitse biefstuk. Dan heb je uitje, kruiden en nog sausje. Dus dat ga ik nu lekker maken. Ik weet niet eigenlijk of jullie het leuk vinden als ik dit soort dingen laat zien. Met koken en eten maken en zo.
Maar ik heb nu lekker de aardappels gemarineerd en gesneden. Die kunnen zo in de oven. En dan moet ik even een spersieboontje gaan koken en de jus maken. Helemaal lekker. Oké, het is inmiddels avond, het is 10 uur. Dus wat zie ik echt, oh my god, hoe ik de laatste tijd op die vlog sta, dat is echt een grap. Een half jaar geleden had je me dit niet hoeven zeggen. Ik zag er altijd goed uit. En nu die lockdown er weer is, ik ben een zwerver like all day. Maar ik denk dat ik niet de enige ben, so that's okay. Ik ben weer onder de zonnebank geweest bij mijn oma. Ik ga zo, ja, ik ben nu eigenlijk 2 weken vlog aan het editen. Die is eigenlijk nu bijna niet zo goed. Dus, oh, oh. Wat ik zo ga doen, ja. Het is wel heel donker, heel overbelicht. Dat is de vraag van vandaag. En ik lijk ook weer een wit spook van hier tot Afrika. Ik weet ook gewoon niet zo goed wat ik van deze weekvlogs moet maken, want mijn leven is zo saai. Ik hoop echt dat jullie het een beetje leuk vinden. Ik zit eigenlijk al een tijdje lekker bij de open haard. Ik vind het zo lekker, jongens, open haard. Oh, het liefst sta ik echt gewoon de hele avond zo hier ervoor. Ik heb sok aan waar een heel groot gat in zit. Dat kan ook echt niet. En ja, ik vind het eigenlijk wel lekker even hier chillen voor de fireplace. Het ziet er nog steeds uit als een drol. Maar zet ook omhoog. Het is echt belachelijk. Ik zit echt een beetje mee dat mijn weekvlogs stom zijn of zo. Ja, dus of ik kan ook stoppen met weekvloggen. Maar ja, dat vinden jullie denk ik ook niet leuk. Het heeft weer niet normaal veel gesneeuwd. Mijn vader heeft hier een ding uitgegraven dat je naar de schuur kan lopen. Mijn scooter staat gelukkig in de schuur. Anders was hij echt dood, denk ik. Ik ga zo lekker naar boven en naar bed. Want ja, morgen weer een nieuwe dag. Laten we het maar lekker daarop houden. Oké, het is inmiddels 11:30. Ik ga denk ik nog even lekker TikTokken. Ik ben zo verslaafd op TikTok. Ik zit alleen maar op TikTok in mijn bed tot 2 uur 's nachts. Dus ik hoop niet dat het zo laat wordt. Maar ik ga in ieder geval wel lekker mijn bedje in. En mijn haar komt net uit een knot. Maar het lijkt net of het super mooi gekruld is. Oh nee, toch niet. Het ziet er echt niet uit. Week of zo. Maar morgen weer een nieuwe dag. Morgen heb ik echt geen idee nog wat ik ga doen. Ik moet ook nog Shein shoplog opnemen. Want staat er echt al heel lang een Shein doos. Daar in de back. Ik hou er gewoon van hoe opgeruimd het nu is. Want eerst stonden hier 100.000 schoenen. En is dat allemaal lekker zo. Love it. Nou, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Dus 11:30. Het is alweer 11:30. Ik was om 9 uur al wakker. Maar toen ging mijn moeder even ontbijten. Toen had ik havermout op. En toen ben ik eigenlijk niet zoveel gaan doen, een beetje filmpje kijken. Ja, douchen, opmaken. Ik heb de meest simpele outfit ever aan. Ik heb gewoon een trui en een flarebroek aan. Ja, omdat ik vandaag moet werken. Dus dan ja, ga ik nooit echt. Ja, wat de fuck moet je aan? Nou, je zit alleen maar thuis om te werken. Ik ga denk ik even een rondje lopen in mijn tuin. Want het is echt mooi weer en het sneeuwt. Dus ik ga even naar buiten. Oh my god, dit is gewoon het perfecte weer. Sneeuw en een zonnetje. Dit is dus gewoon precies wat je wil. Dit is gewoon zo wintersport vibes. Ik wil eigenlijk nu even een foto buiten maken, joh. Oh. Dit is echt wat je wil. Oh, jij bent er. Ik wilde vragen om een foto te maken. Hè? Foto. Ja, ik ga mee. Ik heb even een jas aangedaan en een mutsje op. En ik ga even naar achter lopen met mijn moeder, want het is niet normaal geweldig weer. Oeh, ik kan niet in de zon kijken, joh. Dit geluid. Hey, dat is mijn muts. Ja, voor de foto. Oh, dit voelt zo lekker in te lopen. Dit is gewoon het weer wat je wil. Zon. Zon. Sneeuw. IJs. Het ultieme weer.
inmiddels 1:30. Ik heb net even lekker een rondje gelopen buiten. Het is wel een bow. Dat is heerlijk. En toen ben ik meteen langs Spar gegaan. Heb ik even lekker roomkaas en zalm gehaald. Dus dat ga ik nu lekker opeten. En ik heb online les. Oké, het is inmiddels bijna 3 uur. Ik ga mijn koffietje zetten. En ik heb nu les. We hebben nu heel even pauze gelukkig. Dus dat is top. Oké, jongens. Mijn online les is klaar. Ik heb het zo koud. Dit ding is even echt is die pocket warmer. En oplader, powerbank in 1. En het is zo lekker warm. Ik heb het de hele tijd bij mijn les in mijn handen gehad. Zo chill. Zondag is dus Valentijnsdag. En Stan is ook jarig op Valentijnsdag. Ja, ik heb zijn verjaardagscadeautje heb ik al. Ik heb AirPods voor hem gekocht. Heel leuk, want dat wilde hij. Ja, dat wilde hij al een tijdje. Maar hij is dus wel iemand die dat dan voor zichzelf wil kopen of zo. Ik had ook al een luchtje gegeven in Maastricht. En ik heb een hele leuke kaart op Greets gemaakt. Een Valentijnskaart en een verjaardagskaart in 1. En had ik ook nog een paar leuke dingetjes bij Excellence besteld. Maar dat gaat waarschijnlijk niet binnenkomen. Heb ik samen met Bo gedaan. Een soort Valentijns gerelateerde dingetjes. Maar dat gaat dus niet op tijd binnenkomen. Dat is echt jammer. Helaas. Maar ja, het zij zo. Isabel komt zo ophalen. Gaan we werken. Wij bezorgen allebei. Dus ik ben heel erg benieuwd ja, hoe het gaat zijn. Want ja, de wegen zijn natuurlijk helemaal onder de sneeuw en zo. Dus ik ben benieuwd. Oké, ik ben inmiddels thuis. Het is 9:30 of 9:45. 9:45 duurde echt super lang. Dus echt heel veel. Ik heb een broodje met ham. En mijn moeder heeft zelf een goulashsoep gemaakt. Dus dat ga ik lekker opeten. Oeh, zo lekker. Pas echt bij het winterse weer. Echt love it. Oké, het is inmiddels 9:30. Of in ieder geval, het is veel later. Het is 11:00. Ik ga beginnen aan iets wat ik pas heb besteld. Ik had namelijk een schilderdoek besteld bij opbol.com. Hier zit een kreukel, maar dat heb ik zelf gedaan. Want ik heb hem zelf opnieuw gespannen. Want ik had dus geen schilderdoek. Maar alleen dat losse vel. En ik heb dus het er zelf omheen gespannen. Het was echt een en al drama. Het duurde echt... Nou, ik denk wel 9:30. Ik heb echt zitten vloeken met mijn vader. Want het werkt voor geen 1 meter. Maar dit is schilderen op nummer. En ik heb hier alle verfjes. Dit is echt iets wat ik nooit in mijn leven had gedacht dat ik dit zou doen. Maar door corona is het wel gaan doen. En dit is het voorbeeld. Het is een Van Gogh schilderij. Ik denk dat het echt tering moeilijk wordt. Maar weet je, we gaan het lekker zien. Het zijn 24 kleuren. Dus daar ga ik lekker mee beginnen. Ik ben nu zo ver gekomen. Het is niet normaal van werk. Ik heb hier bijna 50 minuten over gedaan. Het is zo priegelwerk. Ik heb het hier al verneukt. Maar ik kan je wel weer overheen met andere kleuren. Het is wel echt heel lekker om te doen. Morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik ga vandaag een video opnemen. En ik ga verder met schilderen denk ik. Vanavond komt Stan hierheen en blijft hij ook gezellig eten. Ja, vannacht had ik echt heel erg raar. Ik had echt een soort buikpijn, krampaanval van mijn darmen. Het was echt heel pijnlijk. Het was echt niet leuk. En ik ben er echt een beetje van geschrokken. Dus ik denk dat ik wel even naar de dokter ga, want het deed echt zoveel pijn. Ik kon niet eens normaal lopen of liggen. Of, nou, ik weet niet, als iemand het herkent... Oh my god, dat deed echt pijn. Het was een soort spastische darmaanval, denk mijn moeder, maar heel apart. Dus ja, als je dit hebt, please DM ofzo, want ik vind het echt raar en ik vind het heel apart allemaal. Maar dus ik heb niet zo'n hele lekkere nacht gehad. Ik heb hier wel even lekker een koffietje. Ik ga denk ik even serie kijken. Er ligt echt nog steeds mega veel sneeuw. Het is echt niet normaal. Ik ga weer verder met schilderen. Ik vind het echt heerlijk rustgevend. Ik vind het zo chill. Maar ik ga er dus even lekker mee verder. Ik pak even een krukje en dan ga ik hier lekker zitten. Lekker in het zonnetje. Oké, de eerste kleur zit er volgens mij op als ik niks gemist heb. Ik ga nu even stoppen. Ik ga even wat eten maken. Het is 9:30. En dan ga ik de video filmen. Als je in je blog en om 9:30 ga ik een rondje lopen met Isabel en Bo. Ik ga even een broodje met cream cheese... ham en shiiracha uitmaken. Lekker.
Alrighty, ik heb net de video opgenomen. Ik heb nu ook nog iets aan van de video. Het is nu echt een teringzooi. Ik ga nu even een rondje lopen met Yvonne Bo. Het is echt vet mooi weer. Look at the sky. Kijk hoe mooi weer het is. Het is hier echt verschrikkelijk rotzooi. Like always. Maar dat ruim ik na het rondje lopen wel even op. Want we gaan zo. Oké, ik heb de grond al een beetje op kunnen ruimen. Die dozen staan helemaal daar. De kleding, daar ruim ik zo helemaal op. En dan komen Isabel en boven mij ook een mentor aan. En dan gaan we lekker een rondje lopen. Alweer, want het is zo perfect weer. Oh, love it. Nou, ik ben een rondje lopen met Isabel en Bo. Maar yes. Ik ben een vlogcamera vergeten. We gaan op het ijs testen. Daar is gewoon iemand aan het schaatsen. Ja, daar is gewoon iemand aan het schaatsen. Dat is Jelle hoor. Ja, dat is Jelle. Wat mooi joh. Zo, dit is een mooi beeld. Moet je kijken, Bo. Moet je schoon maar. Oh ja. Hier aan de zijkanten is het los. Maar dit is klaar. Hier met zijn beeld. Hier aan de zijkanten los. Kijk. Oh ja. Gaat het weer, hè? Ga er eens op springen. Wauw. Hey, bestelling met een ordernummer. Zo, ja! Aan jou. Ja! Ik durf het niet. Ordernummer binnen 2 werkdagen. Ja, dat redden we dus. Yes! We redden het. Hey. Iets waar ik hou je vast. Nee, kijk. Maar ik kan nog... Zit een gat. Ja. Hey, we kunnen toch daar? Waar hij erop ging. Nou, ik ga dat niet doen hoor. Ik wel. Maar echt hij erop staan. Dat kunnen wij ook. Nou, is goed. Maar hier zaten we daaronder. Hij is gewoon al aan het schaatsen, joh. Ook gewoon in zijn eentje. Ja, ach. Ja, joh. Yo! Kan je erop? Ga maar, Is. Ja? Ga maar, Is. Ah, wat doe jij nou? Dit is wel dik. Wow! Jij durft ook gewoon in je eentje. Ja. Ik was hier uit met vrienden. Oh. Ja, ik ging naar huis. Ik ben leuk. Ik ben leuk. Ik ben leuk. Hey, ik ben inmiddels weer thuis. Ik ging dus een rondje lopen met Isabel en Bo. Super gezellig. We hebben ook nog wat foto's gemaakt in de tuin. En we konden dus op het ijs staan. Ik heb het gevlogd. Even snel mijn telefoon. Ik heb mijn vlogcamera niet mee. Want ik dacht, we gaan gewoon even een rondje lopen. Ik ga nu weer lekker verder met schilderen. Helemaal zin in. Ik vind het zo lekker om te doen. Ik ga een kopje chocola nemen. Wat echt toepasselijk is bij dit weer. Heerlijk. Good morning. Het is vandaag woensdag. Nee, het is vandaag donderdag. Ja, Stan is blijven slapen. Die heeft nu online les. Ik ga denk ik even een video editen die ik gisteren heb opgenomen. Vandaag heb ik ook les om 2:30. Het is nu 9:15. En les van 2:30 tot 4:00. En daarna moet ik werken. Dus best wel een saaie dag. Zo, we hebben even een lekker maatje gemaakt. Ik heb 2 crackers met ham en... een eitje erop. En we gaan nu lekker Mokro Mafia kijken. Oké, we gaan even naar achter. Het is inmiddels wat verder. We gaan even naar achter, want er zijn dus blijkbaar allemaal mensen aan het schaatsen. Dus, je hoort het ook. Hoor je dat? Ja. Je hoort het al. Maar wij gaan al niet schaatsen, want ik heb zo les. Wat is er? We zijn de bal op. Gooi een bal op mij. Ik dacht in ieder geval dat ik net les had, maar het was helemaal niet zo. Ik heb over een uur pas les. Echt kut, want anders konden we nu dus gewoon schaatsen. Het ligt nog steeds mokerveel sneeuw. Maar we gaan even naar achter lopen en op het ijs staan. Oh, ik ga echt op mijn mel, joh. Oh mijn god, er zijn gewoon mensen al aan het schaatsen. Ik ga stuk. Je hoort het ook heel erg. Zo, het is mooi weer. Dit is echt niet normaal dit. Dit is echt het perfecte weer.
verderop dan. Kijk dan joh. Dat ze dat durven. Dat ze dat durven. Daar schat ze ook allemaal mensen. Dit is echt amazing. Kom, we gaan er ook op. Durf je dat? Nee, hier kan het niet. Oh my god, hier kan het echt niet. Hoe kan dat? En daarmee dat de bol. Gaan ze wel. Niet met die sneeuw. Hier gewoon bijna door dat fucking ijs heen. En hier? Maar dat komt denk ik door de steiger. Nee, hier kan dat gewoon. Nou? Nee, kan niet. Kan niet. Hoe kan het nou? Niet kapot maken hoor. Hé. Hey. Kom, we gaan weer terug. Gaan we kunnen nog afleveren. Het is inmiddels 16:30. En dan zat het online les. Maar het is echt mega vet. Dus ik heb het even in de start gedaan. Ik moet zo meteen werken. Het is echt prachtig weer nog. Mensen bij mij zijn dus achter allemaal aan het schaatsen. Ik denk dat ik morgen ook wel ga schaatsen. En zaterdag ook sowieso wel. Dus helemaal leuk. Vet leuk. Maar ja, helaas moet ik nu werken. Dus kan ik niet schaatsen. Anders was ik zeker gegaan. Maar ja, Isabel, die haalt me zo op. Dan gaan we lekker werken. Oké, het is inmiddels al bijna 22:30. Ik heb eigenlijk na mijn werk gegeten, serietje gekeken en verder geschilderd. Ik ben helemaal... Ja, ik zit er helemaal middenin. Als je gewoon eenmaal bezig bent, dan wil je het gewoon afmaken. Ik heb nu de eerste 4 kleuren. En dus die groene, dat waren er maar heel weinig. En ik heb voornamelijk de achtergrond. En nu komen dus de bloemen heel erg nog. Dus super benieuwd. Morgen ga ik sowieso schaatsen. Ik moet eerst werken. Nou, in de ochtend ga ik video editen. Dan moet ik werken in de middag even. En dan komt Stan hierheen. En dan gaan we lekker schaatsen. Want iedereen is al gaan schaatsen bij ons achter de plas. En... van het weekend is het dan ook jarig op Valentijnsdag. Ik weet niet of dat al had gezegd. Dus daar heb ik ook super veel zin in. Volgens mij heb ik dit wel gezegd. Want ik had het cadeautje volgens mij ook gezegd. Dus ik val in herhaling. Mijn handen zitten helemaal ontverfd. Dus ik ga even lekker mijn handen wassen. En mijn make-up eraf halen. En dan ga ik heerlijk mijn bed in. Ik heb het nou ook super koud. Dus ja. That's my plan. Niet een heel bijzonder plan of zo. Kijk, ik heb hier trouwens al mijn schaatsen liggen. Die hadden wij gelukkig nog thuis liggen. Super chill. En ik ga heel even de boel hier opruimen. En dan ga ik lekker naar bed in. Het is echt vreselijk koud. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ja, het is iets van 9:30 of zo. Ik ga even ontbijten. Ik heb dit gemaakt. Het havermout, yoghurt, banaan. Gezonde zaden, wat pindakaas. Dus ga ik nu veel eten. Ik lijk wel onthal. Het is inmiddels 12:30. Ik heb me even opgemaakt en gedoucht. Zo. Ik ga even wat eten en dan ga ik zo meteen werken. Echt jammer, want iedereen is van mij achter aan het schaatsen. Zo jammer. Maar ja, snel gaan we naar mijn werk maar schaatsen, want het is even niet anders. Ik zit even twijfel ik ga eten, want ik wil niet te veel eten. Maar het is altijd zo lastig. Wat moet ik nou eten? Oké, ik wil dus iets gezonder gaan eten en niet zoveel brood. Ik heb namelijk gemerkt dat ik... niet zo goed tegen koolhydraten kan. Ik krijg heel veel buikpijn. Dus ik denk dat ik een soort van glutenintolerantie heb. Mijn moeder heeft het namelijk ook. Dus ik wil dat eigenlijk gewoon vermijden te eten. Dus ik heb nu gewoon lekker een gevulde omelet gemaakt. Ik heb dit gedaan met tomaat, prei en courgette. Een eimengsel van peperzout, wat kruiden. Een beetje melk erdoor. En een beetje kaas bovenop. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken. En dan neem ik geen brood natuurlijk. En dan lekker dit. Oké, ik heb hier het ei. Dit is zo lekker, jongen. Dit is wel lekkerder dan brood. Oh, wat lekker zeg. Ik heb trouwens wel 3 eieren gebruikt. Maar ik heb echt een goede lunch. Oké,
ik ben terug van mijn werk. Ik had dus allemaal Valentijns dingen bij de Xeons besteld. Met samen met Bo. En het zou deze week binnenkomen. Maar nou, het is niet binnengekomen. Dus ik heb even gebeld naar de Xenos of ik het, zeg maar, de bestelling kan annuleren. Of ik het nu bij hun op kan halen. En dat kan. Dus ik ga dat snel doen. En ik ben weer eerst mijn telefoon weer. Ja. Dus ik ga nu snel naar Alfa rijden en die spullen ophalen. Wat een gezeik allemaal. Shamig. Oké, ik heb de ik heb de bestelling opgehaald. Ging echt super chill. Gewoon, ja, het is echt top gewoon dat je dat nu kan afhalen. Het is inmiddels 6 uur. Ik heb net nog even geschaatst met Stan. En mijn vader, super leuk op het water. Morgen ga ik ook weer schaatsen. Zal ik wel filmen, maar nu mijn camera vergeten. Oh, de batterij is bijna op. Wacht voor. Morgen ga ik dus ook sowieso weer schaatsen. Het was helemaal druk hier in mijn dorp. Het stond helemaal afgezet. Ik moest helemaal zonder mensen hier op te wachten. Van ja, je mag er niet in. En wat ga je doen? Dus ik zei ja, ik moet gewoon naar huis. Toen mocht ik er door, maar ze probeerden allemaal mensen tegen te houden dat het gewoon één chaos en drukte was. Maar morgen gaan we ook sowieso weer schaatsen. Mijn broer komt ook met mijn neef. Super gezellig. Ik ga nu HelloFresh koken. Stan is aan het douchen. Maar die komt me denk ik wel helpen zo. We gaan een kapsalon met kipgyros maken. Heel lekker. Morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik heb me al opgemaakt. Ik heb ook mijn hele schaatsoutfit aan. Ik heb mijn skijas aan. Maar het is lekker warm. Ik ga nu even schaatsen met Stan. En vanmiddag gaan we nog naar vrienden. Gaan we daar nog schaatsen. Dus super gezellig. Nou jongens, we staan op het ijs. En we gaan lekker schaatsen. Het is echt niet normaal druk. Nee, Mieltje. Goed zo! Positief getest op corona. Rot op. Ja. Ze kunnen helemaal niet naar. Het is Valentijnsdag en Stans verjaardag. En zijn ouders hebben super lief een ontbijtje net gebracht. Dus dat gaan we nu lekker opeten. Oké, we gaan weer schaatsen. Zin in. Net was het gezellig even wat familie bij Stan. Ik heb me helemaal ingepakt. En ik ga dus weer schaatsen. Even met Stan. En ik ga dit keer niet mijn camera meenemen. Want Stan was gisteren in het water gevallen. En ik ben heel bang dat het mij ook gebeurt dat mijn camera en mijn telefoon kapot is. Dus dat gaan we niet doen. Dus ik laat jullie lekker hier. En ja, ik heb heel veel zin in vandaag. Desnoods kan ik nog wat filmen met mijn telefoon zoals ik gisteren ook had gedaan. En mijn kat is ook jarig. En hij wil niet op beeld. Oké, het is inmiddels zondagavond. Ik ben lekker thuis. En ik heb een of ander weirdes puist op mijn hoofd. Het was echt een super, super leuk weekend met Stan. Lekker geschaatst, gezelligheid. Ik heb hier een mooie bos rozen. Ik weet niet, heb ik dat al laten zien? Ik had een hele mooie bos rozen gekregen van hem. Voor Valentijn, of course. We hebben een hele leuke dag van zijn verjaardag gehad. En Valentijn natuurlijk. Dus ja, ik heb helemaal geslaagd weekend. Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet ook zeker niet mijn kanaal te abonneren. Dat zou ik wel leuk vinden. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei guys. Love you.